Welkom bij Jaar van de Tuin, een programma over tuinen in Leiden. We beginnen deze keer even vanuit mijn eigen tuin, zodat ik me nog even kort voor kan stellen. Mijn naam is Annika en ik ben adviseur duurzaamheidseducatie bij gemeente Leiden. En als ik niet aan het werk ben, ben ik graag in mijn eigen tuin aan de dingen uitproberen. Hier voor me staat een goed gelukt experiment. Dat is mijn bleekselderij. Ik heb de stronk van mijn bleekselderij in het water gezet, tot die wortels kreeg. En nu heb ik een hele mooie plant die ook nog eens lekker smaakt door de soep. Dus de komende tijd wil ik misschien nog wel meer experimenten laten zien. Wat we verder gaan doen vandaag in deze aflevering is een beetje bekijken waarom het nou zo goed is om tegels uit je tuin te halen en meer planten erin te zetten. Marian heeft een mooie watertafel en kan ons dat gezakjes goed uit gaan leggen. Verder gaan we ook kijken naar wat er nou zo al leeft onder de tegels. Dus bij de bodemdiertjes. We beginnen daarvoor met een echte expert in bodemdiertjes die ons iets kan vertellen over pissebellen. Wat we ook nog gaan doen is praten met de organisatie van het NK Tegelwippen. Want geloof het of niet, er is een nationaal kampioenschap tegels eruit halen en Leiden doet mee. Als allerlaatste gaan we nog langs in de Stevenshof op bezoek bij Annette, om er bij haar in de tuin de tegel uit te halen en te praten over haar tuin en waarom die zo fijn is. Veel plezier vandaag met kijken naar Jaar van de Tuin en terug naar de studio. We beginnen met het NK tegelwippen vandaag. Wat is nou eigenlijk tegelwippen? Tegels wippen betekent dat je een tegel uit je tuin haalt en er planten in gaat zetten. En dat is goed om een heleboel redenen, zoals we vandaag zullen horen. En in Leiden gaan we daar dus als stad aan meedoen, aan het Nationaal Kampioenschap tegelwippen. We nemen het daarbij op tegen Haarlem. En we gaan ervoor om in Leiden zoveel tegels eruit te halen dat we een heel plantsoen aan groen erbij krijgen. Hoe kan dat nou lukken? Als we allemaal 1 vierkante meter tegels eruit halen. Dus dat wordt ons doel. Hey, Leidenaars. Zin in een wedstrijdje dan je? Mooi, want dit jaar dagen wij Haarlem uit voor het NK tegelwippen. Wie wipt de meeste tegels eruit en vervangt ze door groen? Groen om water op te vangen of groen om onze stad nog mooier te maken? Leiden kent veel trotse inwoners. En al die Leidenaars vergroenen al flink. We lopen volop qua klimaatadaptatie. Dus deze wedstrijd kunnen we ook wel winnen, toch? En zijn we misschien wel Frans Hals, maar wij zijn de stad van Rembrandt. Wij gaan de hele stad groen schilderen. Collega wethouder Michel Roch uit Haarlem. Hierbij wip ik alvast de eerste tegel eruit. En laten we er een mooie wedstrijd van maken. We hebben nu een leuke gast in de studio die ons iets kan vertellen over het NK tegelwippen. Dat is Eva. Eva, kun jij jezelf even kort voorstellen? Ja, ik ben Eva Braaksma en ik ben van activatiebureau Frankly. En wij organiseren met een heleboel partijen het NK tegelwippen. En dat is een wedstrijd in heel Nederland dit jaar waarbij de meeste tegels moeten gewipt worden en vervangen voor groen. En zo maken we Nederland een stukje leefbaarder en meer klimaatadaptief. Oké. En nu zei je, dat is een wedstrijd in tegelswippen. Kan ik dan als persoon meedoen? Of wie doet er mee? Ja, eigenlijk alle Nederlanders kunnen meedoen. Tot nu toe hebben een heleboel gemeenten zich opgegeven. Zodat iedereen binnen die gemeente mee kan doen om zijn gemeente te kunnen laten winnen. Maar vanaf 30 maart kunnen alle Nederlanders meedoen door zelf tegels te wippen in hun geveltuin of voortuin of achtertuin. En die te vervangen door dus groen. En zo lekker veel plantjes in Nederland te krijgen. Okay. En die tegels geef je dan ook via de website. En dan tellen wij die op bij de stand van jouw gemeente. Oké, okay, dus uiteindelijk is de gemeente zeg maar de winnende gemeente? Ja, okay. Klopt. En op hoeveel tegels hoop je dan ongeveer te komen? We hebben vorig jaar ongeveer een hectare aan tegels gewipt in Amsterdam en Rotterdam was dat. Maar ik hoop nu wel op 10 of 20. En wat voor oppervlakte is dat? Hebben we het dan over de Veluwe of hebben we het dan over een park? Dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet precies. Dat weet je niet, oké. Okay. Nee. En als ik nou in mijn gemeente, in mijn tuin tegels heb gewipt en ze eruit heb gehaald. Hoe weet ik dan wat de tussenstand is? Hoeveel tegels we in Leiden bijvoorbeeld nog moeten om te winnen?
Nou, de tussenstand kan je volgen op de website, op nktrichtenboek.nl. En we tellen een relatieve telling, dus we hebben de tegels per inwoner, zodat het wel een beetje eerlijk is, zodat niet een hele grote stad veel makkelijker wint, want die kan natuurlijk veel meer tegels wippen, want er liggen eenmaal meer tegels. Mm-hmm. Maar je kan dus op de website checken wat de stand is van jouw stad. En Leiden is natuurlijk tegen Haarlem dit jaar. En daar heb je dan ook weer een derbystand van. Dus wie er voor staat van die twee gemeenten. Oh, dat is echt heel erg leuk. En is het dan, als ik dan via de website mijn tegels wil inleveren, is dat, hoe werkt dat? Is dat moeilijk? Nee, dat is heel makkelijk. Je vult je naam in en je e-mailadres, het aantal tegels en je gemeente. En natuurlijk een bewijsfoto, want je mag nog vals spelen. Dan kunnen wij wel checken of je de tegels echt gewipt hebt. En dan vul je dat in en dan komt het gewoon bij de stand van jouw gemeente. Oké, okay, en als ik nou bijvoorbeeld er vandaag eentje uithaal en over een maand nog eens een keertje twee, kan ik dan twee keer meedoen? Ja hoor, dan vul je ze gewoon opnieuw in. Je mag zoveel mogelijk tegels wippen. Okay. Hoe meer, hoe beter. Oh, dat is echt leuk. En als ik nou een tuin met allemaal van die keien heb, telt dat dan ook of mag het alleen met echte tegels? Nee, het mag ook met keien of met bakstenen, maar we tellen zeg maar de afmeting van een tegel. Oh, ja. Dus als je dan kleinere steentjes hebt, dan moet je er wat meer wippen, zeg maar, tot een tegel als tegel telt. Ja, oké, okay, dat is wel logisch. Oké, okay. Nou, we zijn wel spannend wanneer zeg maar, hoe dit allemaal gaat lopen. Wanneer wordt het echt op 31 december de winnaar bekendgemaakt of is dat al eerder? Of later? Ja, het is al eerder. Het loopt 6 maanden van 30 maart tot 30 september. Oh. En begin oktober wordt dan de winnaar bekendgemaakt. Oké, nou dan moeten we dus de zomer en het begin van de herfst hard aan de bak met z'n allen. Ja, zeker. Ja, het is eigenlijk gewoon inderdaad de hele zomer. En alle wippers kunnen ook nog weer de wipper van de maand winnen. Dus je doet het niet alleen voor je stad en voor het land. Maar ook natuurlijk wel een beetje voor je eigen prijs. Oké. Want dan krijg je ook nog een leuke prijs voor als je wipper van de maand bent. Precies, ja. Als je de leukste inzending van die maand kan winnen. Oh, dat is echt heel leuk. Ik ga zelf zeker meedoen. Dankjewel voor al je uitleg. En fijn weer dat je een beetje tijd kon maken. En dan, Leiden gaat ervoor, zou ik zeggen. Ja, succes Leiden. Dankjewel, tot ziens. Jo, tot ziens. Van tegeltuin naar tuin met tegel. We hebben de daad bij het woord gevoegd en we gingen langs bij Annette in de Stevenshof. Annette vond het goed als wij er in haar tuin aan de slag gingen. Een tegel eruit halen. Wat leuk dat we bij u in de tuin mochten komen. Annette, je woont al 30 jaar in Leiden, of langer al? Ik woon mijn hele leven al in Leiden. Mijn hele leven al in Leiden, ja. Kijk. 62, ben in Leiden geboren, dus hier woon ik dus al 30 jaar in de Stevenshof. Kijk. Ja. En we zijn vandaag in de tuin. Nou zei jij, je reageerde op een oproepje op Facebook van ik zou wel wat meer plantjes willen. Wat doe je verder zoal in de tuin? Je ziet, ik weet niet, weer nieuwe planten kopen, want het is doodgegaan door de winter helaas. Mm-hmm. Normaal moesten die het redden, maar ja, het werd van vriezen, werd het opeens weer 14 graden boven nul, ja, en dan redden ze het niet. Klopper gaat wel, ja. Maar straks, als het weer beter weer gaat worden, ga ik er nieuwe plantjes in zetten, in groen en ook aan de zijkant daar zo, ja. Dus wel, u houdt wel van tuinieren? Ja, ik vind het wel leuk. Ja, alleen het omgaan vind ik niet leuk, maar ja, moet toch ook weer gaan. Ja, soms een beetje controle. Het zijn wel hele sterke plantjes natuurlijk. Ja. Nou, gaan we er vandaag een tegel uithalen. Dan gaan we wat bolletjes inzetten. Maar vroeg ik net al eventjes, heeft u een favoriete bloem? Die wat u wel heel leuk vindt? Ik vind heel veel bloemen leuk. En vlijtgewies vind ik heel leuk. Krokus. En vooral als je er buiten ziet, zeg maar, als je in de auto rijdt, ziet dat helemaal in die rotonde staan. Dat is prachtig. Ja, van die velden, van die hele blije bloemen. Ja, ja. Ja. Nou, dat is leuk. We hebben er in ieder geval twee bij. En dat is dan ook weer leuk voor zeg maar, als er straks weer wat bijtjes en bloemetjes op af kunnen komen. Ja, dus, als het zomer wordt. Dat is leuk. Daar had ik ook lavendel voor. Want die stond daar ook in die bak helemaal in. Ja. Maar die is allemaal dood gegaan. Dan zag je al die vlinders staan, dat was ook hartstikke leuk. Ja, en die weer snel erbij planten. Ja. En we hebben verder nog een laatste plantje. Een klein plantje, een uitplantje. Ik heb als tuin heet. Ik heb als in de tuin, ja. Ja, die kan wel goed ook wel tegen wat zanderige grond.
Dus die kunt u dan ook nog even erbij. En hij kan ook nog goed tegen een beetje droogte. Dus van de zomer heb je wel goede kans dat hij dat dan ook ja. Lekker verse tuin. Ja, zeker. Ja. Even eruit. Dan gaan we zo plantjes planten. Plantje planten, zeker. Nou, Leiden weer een klein beetje groener. Ik heb ook nog eventjes wat uitgezocht over waarom het nou zo leuk is als er in Leiden inderdaad een heel plantsoen aan groen nog bij zou kunnen komen. Want dat heeft namelijk ook allemaal voordelen als je het hebt over droge voeten en als het hard regent. Nou, daarvoor heb ik wat uitleg gevraagd bij Marjan, die een hele goede watertafel had, die goed laat zien wat er nou gebeurt als iedereen zijn tuin groen maakt in Leiden. Ik sta hier bij een soort van mini klein stadje dat ons wat meer uitleg gaat geven. En dat gaat Marjan voor mij doen. Marjan, kun jij misschien kort ook vertellen wie jij dan precies bent? Ja, ik ben Marjan Katman. Ik werk hier onder andere. Het is de kinderboerderij, het is Weidezicht. En wij doen aan natuur- en duurzaamheidseducatie of vooral het bevorderen en ondersteunen. Deze bak die lenen we uit en die is werkelijk geweldig om het uit te leggen. Maar het begint met iets leuks. We laten het heel hard regenen vandaag niet. Maar laat jij het nou eens even lekker regenen over die hele stad. Maar gewoon met gieter over de hele stad. Ja, dat gaat meestal is het niet zo plaatselijk. Het gaat wel overal even heen. Nou, daar gaat het hoor. Daar begint het bij de tuinen en de huizen. Wat een kletterbui. Dit is wel een goede hoogstbui, zeg. Nou, over de koeien heen. Sorry koeien. Nou, je moet maar zeggen als ik genoeg geregend heb, hoor. Want ja, ik ben even nog aan het kijken. Kijk, het loopt nog wel een beetje weg, maar ik zie ook al wel plekken die heel nat zijn. Ja, zo meteen dan kun je nergens meer. En nou ja, goed, dat krijgen van die dikke van de superplassen natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Nou, het is zo flink. Ja, het is goed, het regent. Het is soms ook gewoon heel hard. Wow. Nou, de koe gaat ervan omvallen. De zon breekt door. Ja, het is gelukt. Dit zijn ongeveer wel tuintjes zoals we ze in Leiden ook hebben. En daar staat het wel eens blank. Nou, wat kan je eraan doen? Je tuin vergroenen. Ah, dus dit is met planten? Ja, een groene tuin is eigenlijk toch een soort spons. Oh. Die neemt het op. Dus houdt het ook een tijdje vast. Planten nemen water op. Ja. Okay. Zo, ja, hij was heel droog, maar hij begint het toch te doen. Maar kan je deze ook doen of niet? Ja, dat is goed. Kijk, het loopt hier wel een beetje. Het huis is niet meer nu helemaal nat. Nog maar een tuin. Oh, ja. Zal ik hem nemen? Ja, ik ben hovenier. Ja. Hop. Tuin erin. Oké, hebben we nog meer? Zijn er nog meer tuin? Hier is een tuin? Ja, dat is een tuin. Dus dat is een grote, geloof ik. Hè? Ja, dat is een hele grote tuin. Deze mensen hebben ze wonen aan de rand van de stad, denk ik. Zo. Maar er zijn natuurlijk andere dingen ook. Hè? We kunnen niet overal tuinen neerleggen. Nee, maar de tuinen zijn nu op. Maar ik heb een school met een speelplein. Oh! Nou, dat is soms ook een we gaan gras op de steenwoestijn. We maken een groen schoolplein. Dus het is nu... soort, maar het kunnen ook bomen en struiken, klimbomen het liefst ook. Kunnen we ook zijn. Hebben we nog meer? Kijk, parkeren, ja. Kan ook anders, hè? Je gaat ook de parkeerplaats vervangen. Nou, daar is wel een handige oplossing voor. Daar is er eentje. Kijk. Deze, denk ik. Het ziet eruit met vakjes. Een beetje half verhard. En daaronder zijn mogelijkheden om het water vast te houden. Zitten daar bakken water onder? Ja. Maar ook aan de bovenkant is het dus niet massief, maar het is... Nee, maar nu kan ik hier wel alweer gewoon... Oh, kijk, het begint al op te drogen hier. Ja, dat zeg ik. Ik kan bijna weer normaal fietsen. De auto's kunnen erin. Ja. Ja. Maar goed, sommige mensen hebben al een groen dak, hè? Wat doet dat? Dat weet ik niet. Kun jij mij vast uitleggen? Kijk, dat is wel grappig. Ik weet niet, we hebben natuurlijk grote groene daken en kleine. Hier doe jij er ook maar even kijken. Oh, er zijn waar doen ze allemaal? Daksponsjes. Ja. Nou, de school krijgt voor mij een groen dak. Ja, we maken ze even allemaal, hè. Want je kan ook nog subsidie krijgen. Groenedakenleiden.nl.
Nou ja, als je nu, ik vind het wel gezellig zo eruit nog zien. Nog een klein buitje hebt. Heb je nog een klein buitje? Ja. Zo. Dit doet eigenlijk hetzelfde. Het is ook een spons. En ja. Dit doet ons dak ook. Ja, jij kan niet zien, want dat is altijd met groene daken. Maar vanaf die kant kan je zien dat wij al een jaar of 8 een heel mooi groen sedumdak hebben. Bij de kinderboerderij. Ja, hier zo, dat kunnen we straks misschien wel even laten zien. En dan na die bui, dan zie je het wel een beetje lekker. Maar er blijft ook nog een heleboel inzetten. En dat verdampt lekker en dan krijg je een fijner gevoel als je er langs loopt. Het is koeler. Nou, ik moet wel eventjes denken aan het steegje bij mij achter mijn huis dat altijd zo helemaal vol met water loopt. En als ik dit zo zie, dan denk ik, nou, dan kan ik wel gewoon met mijn fiets door dat steegje. Als het, dan sta ik niet tot mijn enkels in het water. Dus ik vond het wel een hele mooie uitleg. En als je nou zo'n tegel eruit gehaald hebt, dan wil je er natuurlijk een plant in. Nou, we hadden net al even kort de bolletjes die we erbij al net hebben ingezet. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel meer opties. En daarvoor is Robert weer even aangehaakt in de studio om even wat uit te leggen over welke gemakkelijke planten je nou in die uitgehaalde tegel kunt stoppen. Robert, vertel. Met plezier. We hebben hier op tafel een hele selectie staan. En daar zijn een paar dingen leuk om bij te belichten. En de eerste is de klaprozen die hier staan. Deze zijn dat? Dat zijn die lange, ja. Want het zijn geen klaprozen. Dit zijn, nou ja, het lijkt misschien niet meer op klaprozen, maar dit is wat er van overblijft. Klaprozen, nou die kent u wel. Die zijn er in het rood of in het paars of in het geel of in het oranje. Daar zo. En ja. Er zijn heel veel verschillende soorten. Maar als de bloempjes bestoven worden, en ze worden bezocht door bijen en door hommels. Als ze bestoven worden, dan gaan ze natuurlijk hun zaadjes maken. En dan vallen de blaadjes van de bloemen, die vallen weg. En wat er dan over is, is zo'n bol. En dat noemen we dan een papaver of een papaverbol. Dat is wat we noemen de zaaddoos van de klaproos. En dat bolletje, daar bovenin zitten openingen. En daardoor, door de wind, verspreiden die kleine zaadjes zich. En de zaadjes van de klaproos, dat zijn, dat noemen we maanzaad. En dat is, nou, dat is natuurlijk eetbaar. Ik wou net zeggen, dat is, ja. Dat is dit. Dat is op het broodje. Ja, en ze worden ook voor andere dingen gebruikt. Want specifiek de soort die we hier nu op het scherm zien, dat is de slaapbol. En dat is papaver somniferum. Somniferum, dat is Latijn voor drager van de slaap. Want van de hars van deze plant, daar wordt opium van gemaakt. Dus dan heb je eigenlijk soort van je eigen opiumfabriekje in de tuin als je dit plaatst. Ja, eigenlijk wel. Nou ja, nou is een paar plantjes, daar haal je niet genoeg uit om erg ver mee te komen. Oké, daar heb je dus niks aan. Nou ja, niks. Weinig. Weinig. Gelukkig. Maar het aardige aan de klaprozen is, ze trekken een hoop hommels en bijen aan. Het zijn natuurlijk prachtige bloemen. En ook als ze dus uitgebloeid zijn, als ze bestoven zijn, nou, wat er dan overblijft, dat zijn deze interessante dingen. En dat zijn mooie droogbloemen, om dan nog in een vaas thuis te zetten. Ik vind ze best wel mooi. Ja, deze zijn dus ook al leeg, dus er komen niet nog allemaal maanzaadjes uit. Nou ja, er zal misschien nog wel wat in zitten, maar daar zou je hem voor moeten openmaken om te kijken of er wat in zit. En als je ziet, nou, er vallen er nog een paar uit, maar de meeste zijn eruit. Ja, nou, dat is goed. Dan zijn ze mooi in de grond. Zijn er ergens nu meer klaprozen? Ja, precies. En ze verspreiden zich ook razendsnel. Als je eenmaal een aangewaaid klaproosje in je tuin krijgt, dat gebeurt wel eens. Nou, het volgende jaar heb je er 10 en het jaar erop heb je er 100. Ja, superleuk. Dat is echt een hele makkelijke plant. Enorm. Hij verschijnt vanzelf en hij verspreidt zich vanzelf. U hoeft hem niet eens te kopen. En verder hier in het rekje staan nog een andere leuke droogbloem die hier staat. Heel opvallend natuurlijk. Dat is de grote kaardebol. Deze? Ja. En dat is ook weer zo'n bloem waar je van kunt nagenieten de rest van het jaar, ook nadat hij gebloeid heeft. Want dan staat er zo'n prachtige droogbloem en die blijft ook gewoon maandenlang in de tuin staan. In de Clusiustuin in de Hortus, daar staan ze nog steeds nu. En de vogeltjes, die zijn er in dit geval heel blij mee. Want als je hem een beetje schudt, dan zal je zien dat er zaadjes uitvallen. Ja, hier allemaal. Zwarte, langwerpige zaadjes. En die zaadjes die worden dankbaar opgegeten door mezen. Dus af en toe dan treft u de vogels die in de kaardebollen zitten en pikken naar de zaadjes. En hij heet kaardebol omdat er vroeger de wol mee werd opgeruwd. Het laken wat hier in Leiden zoveel werd gemaakt, dat werd opgeruwd met de stekelige bloeier van deze plant. En dat noemden ze het kaarde, en vandaar de naam kaardebol.
En verder staan er hier nog twee die ik even kort zal belichten. Dat zijn de Camellia japonica, ook wel bekend als de bergthee. Nou, die heeft u misschien wel in de tuin staan, want die zien we hier in de omgeving heel erg veel. Prachtige bloeiers, bloeien lekker vroeg, ziet u, want deze staat al in bloei. Mooi groen, donkergroen glanzend blad, dus hij is ook als hij niet bloeit, is hij mooi. En in Japan noemen ze hem de bergthee, want hij is familie van de Camellia sinensis. En dat drinken wij als thee. Dit is de Japanse variant, daar kan je ook thee van zetten. Dus Japanse bergthee heet dat in het normaal Nederlands? Ja, nou, wij noemen hem in het Nederlands eigenlijk gewoon de Camellia. Oh, Camellia, oké. Dus ja. Dat kun je dan bij het tuincentrum weer makkelijker mee vragen. En dan daarnaast ook een bekende bloeier, de Helleborus. Of misschien zegt u wel Helleborus. Zo zei ik hem. Die er natuurlijk in vele varianten is. Hij is er in het wit, hij is er in het lichtgroen, hij is er in het paars, hij is er in het rood. Hij is echt mooi. Ja, ze zijn hartstikke mooi. Zeker als je zo'n bloem eens van dichtbij bekijkt. Ze zijn heel bijzonder. En het leuke is natuurlijk dat ze heel erg vroeg bloeien. Dus als u dan verder niks in de tuin heeft, ja, dan staan die helleborussen, die staan dan al te bloeien midden in de winter. En ja, ze doen het helemaal vanzelf. En een groot deel van het jaar heb je dan een mooie groene plant. In de winter gaan ze bloeien en dan heb je de rest van het jaar weer een mooie groene plant. En ze groeien overal. Dat is echt heel erg leuk. En dan heb je genoeg tips om, nou ja, als je voor die vierkante meter gaat, krijg je hem hier misschien ook nog wel vol mee. Dus dan heb je weer genoeg tips om ook planten zelf in die uitgehaalde tegel te stoppen. Maar wat gebeurt er nou als je dan die tegel oplicht? Dan zie je natuurlijk van alles onder de grond. Nou, daarover hebben we een vraag binnengekregen van René. Hoi, ik heb een vraag. Waar zijn pissebedden eigenlijk goed voor in de tuin? We hebben vandaag een gast in de studio die ons kan helpen met de kijkersvraag naar pissebedden. Want dat was de vraag. Wat zijn nou eigenlijk pissebedden en waarom leven ze nou eigenlijk onder tegels? Nou, Roy, die is van Naturalis. Hallo Roy, jij kan er vast wel wat over vertellen. Jazeker. Pissebedden zijn geen insecten, wat veel mensen denken. Daar hebben ze te veel poten voor. Een insect heeft natuurlijk 6 poten. En als je een pissebed omdraait, zie je dat hij veel meer poten heeft. Hij heeft er 14. Maar pissebedden zijn dus kreeftjes eigenlijk. Dus wat je normaal die normaal ook in het water leven. Er zijn ook pissebedden die in het water leven. Maar de pissebedden die je in de tuin ziet, dat zijn landpissebedden. En dat zijn dus kreeftjes die op het land leven. Kreeftjes, dat vind ik wel heel grappig. Dat zie je niet zo aan. Ja, dat weet ik niet. Maar kun je dat aan zien? Of kun je dat niet zien? Dat kun je niet per se zien. Dat moet je ze echt voor bestuderen. Maar ze hebben dus ook een soort kieuwen, zeg maar, waar ze mee ademhalen. Ze moeten dus ook in vrij vochtige omstandigheden leven. Vandaar dat je ze overdag ook onder een steen vindt. Want dan zitten ze eigenlijk te wachten. Dan is het eigenlijk te droog en te warm voor ze. En als ze dan naar buiten zou gaan, zou ze heel snel uitdrogen. Maar ze gaan s'nachts gaan ze op pad. Dus als jij die beesten die overdag onder een steen vindt, die zijn s'nachts door je tuin aan het lopen. En tegen de ochtend dan gaan ze weer op een plekje zitten waar het relatief vochtig is. En dat is dan onder een steen. Dat is echt heel grappig. Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Ja. En hebben pissebedden nou ook nog een functie? Zijn ze er ergens goed voor? Alle dieren hebben een functie. Dat is allemaal hun rol in het systeem, zeg maar. Dus pissebedden die eten allerlei plantaardig afval. Dus die zorgen eigenlijk voor compostering in je tuin, zou je kunnen zeggen. Die zorgen ervoor dat er voedingsstoffen voor de planten beschikbaar komen. Als er geen pissebedden en andere kleine beestjes waren, dan zou je een enorme ophoping van blad krijgen in je tuin. Maar zij zorgen ervoor dat het allemaal netjes klein gemaakt wordt en weer beschikbaar komt voor de groei van andere planten. Dus dan hoef je zelf minder op te ruimen als je pissebedden in je tuin hebt? Ja, maar het zorgt ook voor een gezonde tuin. Hè. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Er zijn ook weer dieren die ook weer pissebedden eten bijvoorbeeld. Dus dat grijpt allemaal in elkaar. Dus dat heeft allemaal zijn functie. Nou, dat is wel heel erg leuk om te weten. Want ik denk dat heel veel mensen vinden pissebedden een beetje vies, een beetje eng. Maar ze zijn dus en heel nuttig. En ze zijn eigenlijk ook nog wel een soort van best wel bijzonder. Als het kleine kreeftjes zijn met kieuwen en zo. Ja, dat ze met zoveel zijn, hebben ze ook best wel een behoorlijke invloed in je tuin. Sommige soorten zijn heel zeldzaam. En die zou je van kunnen denken, ja, die kunnen we wel missen. Maar pissebedden, die hebben we echt nodig. Zijn er ook veel verschillende soorten? Ja, je hebt zo'n 35 soorten landpissebedden in Nederland. En als je in je tuin kijkt, als je een tegel omkeert, dan zie je eigenlijk al gauw 2, 3, 4 soorten door elkaar lopen. Ik zie altijd alleen maar van die kleine grijze beestjes. Ik heb
Maar er zit allemaal verschillen tussen. Ja, je moet ze even goed bekijken, want dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om ze te herkennen. Je hebt bijvoorbeeld de kelderpissebed, die is heel breed, met van die witte banden aan de zijkant. En de ruwe pissebed heeft allemaal bobbeltjes op zijn lijf, maar dan moet je ze echt wel eventjes van dichtbij bekijken. En dan moeten sommige mensen moeten misschien even een angst overwinnen om van dichtbij naar die beestjes te kijken. Maar dan zie je die verschillen best wel snel. Okay. En ze hebben ook een verschil in gedrag. Bijvoorbeeld de mospissebed, die ook heel veel in tuinen voorkomt, die is heel snel. Als je een tegel omtilt en de eerste die weglopen, dat zijn de mospissebedden. Zo leer je die beestjes een beetje kennen door er goed naar te kijken. Pissebedden voor beginners dit. Ik heb alleen wel eens een keertje gezien dat er een paarsige was. Is dat een bijzonder iets? Ja, het zijn eigenlijk blauwe pissebedden. Ja? Dat kunnen verschillende soorten zijn. Want die zijn dan geïnfecteerd door een virus. Het iridovirus heet dat. Oh. En dat komt best wel veel voor. En af en toe zie je inderdaad zo'n blauwe beest. Dus andere pissebedden kunnen daar ook door geïnfecteerd raken. En dan die beesten gaan uiteindelijk dood. Maar de populatie is verder niet zo erg voor. Maar dan heb je gewoon een deel van de beesten die dan sterft door dat virus. Maar het ziet er wel mooi uit eigenlijk, die blauwe dieren. Weet je, dankjewel. Het is echt heel veel leuke, interessante informatie. Ik ga wel even extra goed opletten de volgende keer dat ik een tegel eruit haal. Nou ja, misschien zien we je nog eens een keertje terug voor meer pissebedden en andere bodemdiertjes. Ja. Dankjewel in elk geval voor al je uitleg. Geen dank. En tot ziens. Fijne dag. Dat was weer een leuke, bomvolle uitzending vol met tuinieren. Doe vooral mee aan het NK Tegelwippen via nktegelwippen.nl. En als je natuurlijk nog denkt aan de vorige keer met de bolletjes, je kan nog meedoen met de bloembollenactie. Inmiddels hebben we al vele oproepen binnen. Maar via de Hortus kun je nu ook een aanvraag doen via de webwinkel daar, om ook krokusbolletjes te bestellen. En die krijg je dan in september. Tot slot nog een leuke winactie. Je kan je namelijk opgeven om met deze mooie speciekuipvijver te winnen. We komen dan deze mini kleine vijver voor alle kikkers en padden en voor alle andere diertjes in je tuin, komen we bij jou in de tuin plaatsen. Dus denk je nou, dat lijkt me wel wat? Mail ons dan bij jaarvandetuin@leiden.nl. Heel graag tot de volgende keer bij weer een Jaar van de Tuin.